Ik ben Hilda, ik ben 52 en door mijn COPD heb ik nog maar een kwart longinhoud. En daardoor heb ik het vaak benauwd. Als je benauwd bent, dan denk je niet meer. Dan kun je ook niet meer denken. Dan ben je alleen maar bezig van, hoe krijg ik weer lucht? Nou, die diagnose betekende voor mij gewoon, nu is het klaar. Nu kun je je leven nooit meer gaan leiden zoals je het gedaan hebt. Ik werkte, ik had een leuke baan. Dat ik wel dacht van, ja, nou houd het op. Nu is mijn leven gewoon echt, nu heb ik het niet meer in de hand. Er is toen ook gezegd van, ja, je moet nu heel hard trekken aan je gezondheid. Want anders dan haal je misschien de 50 niet eens. Dus het was echt voor mij op dat moment een soort van doodsoordeel. Who is the one that makes you happy? Ja, vroeg was zingen alles voor me. Ik bedoel, vanaf mijn 16 heb ik gezongen. En waarvan 19 jaar in hetzelfde bandje. En ja, dat was echt fantastisch. Dat is echt mooi dat ik dat mee heb mogen maken. Ja, zingen maakte me echt wel gelukkig. Ja. Nee, ik kan niet meer zo zingen als vroeger. Maar goed, dat weerhoudt me er niet van om het toch te doen.